Yo, kijkers van JWM The Game, ik ben Aaron. En ik ben Dan. En wij gaan vandaag een jongetje trollen van 9 jaar of zo. En hij denkt dat hij echt op ons kanaal komt en zo. Nou, we gaan een beetje trollen en zo. Hij gaat, hij is ook gewoon een beetje gek. En veel plezier met kijken en later. Pas op. Rick. Hey Rick. Yo. Yo. Hey. Hey man. We zijn even aan het opnemen voor Sportje Games. Ja. Ken je dat kanaal? Nee. Nou, het is ook niet. Dan zou je video wel zien op Sportje Games. En wij gaan even survival op deze server gewoon. Maar wat kan je eigenlijk op deze server allemaal aan doen? Ja. Survivalen. En ik kan dan ook nog. Want is dit je huis, dit Cobblestone? Nee, eigenlijk heb ik nog een huis. Dit is de Heilige Spanner. Heilige Spanner? Nou, dat is wel een mooi ding eigenlijk. Kan je die kopen of zo? Geen idee, die stond hier. Niet slopen! Oké. Ik heb X-ray. Eigenlijk, kan je mij dat uitleggen? Want ik ben eigenlijk een beetje noob in Minecraft. Dus ja. Ja, ik ook. Ik moet een beetje leren hoe het werkt. Ik weet dat bijvoorbeeld iets dat als je het aandoet, dan zie je bijvoorbeeld allemaal ijzer en alles. Oh. Heb jij misschien iets van diamonds of zo, zodat we wat armen kunnen maken of iets? Ja. Heb je dat? Hé hey Rick, je gaat ons niet fucken, hè? Dat je niet gaat praten, hè? Want dat vind ik echt nergens op staan, dus. Nee, ik ook niet. Nee, what the fuck, man. Kom, zeg, je staat hier voor. Rick, je kan ook praten, hoor. Ja, hé, ik ga wel gewoon een brug maken van dit, trouwens. Dus wel. Nee, ga het niet afpakken. Dus je deur. Moet hem geven. Kan jij even praten, Rick? Want het is niet zo leuk om, Sorry, nee. Yo. Ja. Hey jongens! Ja? Laten we even beginnen bij het begin. Oké. Wat zijn jullie namen? Sportje, is dat naam? Ja. Ik heet Gerard. Ja. Maar ik zit op het account van mijn. Ja, dus er. Ja. Oké, Gerard. Ja. Ja, ik heet. Ik wil eigenlijk niet dat je lacht. Want ik heb een beetje een gekke naam. Oké, zeg maar. Hallo, Shabba. Hij komt uit Turkije, dus ja. Ja, maar mijn ouders komen uit Turkije, die hebben mij die naam gegeven. En ja. Maar Hallo, Shabba, dat is echt een Marokkaanse naam. En maar ik zit dus op het account van mijn vriend. Ik snap van er niet! Waarom niet? Als hij weggaat, kunnen we geen voet krijgen. Ja, maar dit is toch een spanner? Je krijgt toch een eten? Jongen. Kijk. Kijk, hier zit de varken in. Dus als we de spanner kapot maken... Ja, kijk, hier... Ja, die varken zit opgesloten. Dat is dierenmishandeling. Dat is zielig. Ja, dat is zielig. Kom op, we halen hem eruit. Kom op. Ja, dit vind ik lullig, weet je. Ja, die varken heeft ook een leven. Ik mag totaal geen voice, hè. Nee, maar kijk. Die vark heeft ook een leven. De vark! Nee, wat doe je? Die vark komt eruit! Stoppen! Nee! Kijk, want dit varken, dat zit opgesloten. Ja, maar die zit opgesloten. Nee, kijk! Jongens, ik leg het uit wat het eigenlijk is. Maar, Rick. Ik kan je niet horen. Rick? Rick! Jongens! Ja! Maak deze ding niet kapot! Weet je wat dit ding doet? Nee. Als je genoeg dirt om te komen er vanzelf varkens uit. Maak dit kapot! Waarom niet? Deze varkens zit vast! Dan komt hij er toch uit! Oké, hij is bijna stuk. Kom op, ga stuk. Komt hij er niet uit? Jawel, want hij zit toch opgesloten? Kijk dan! Wat zielig, het is nog... Het is maar een klein varkentje. Ja. Dat is zielig, weet je. Hij zit niet
schieten. Jawel, dat zie je toch? Nee, maar ik ga de ding even stuk maken zodat die varken vrijkomt. Nee, nee, want hij zei net dat het varken er automatisch uitkwam. Maar ik zie hem niet eruit komen. Ja, Rick, ik wil even sorry zeggen dat hij de spannen kapot maakte. Ja, hij is niet stuk. Ja, hij is nog niet kapot, maar ja, dat we dat probeerden, want ik wist niet dat... Nee, inderdaad. Vul hem niet uit de kist, oké? Okay? Wat? Hé, hey, Rick, nee, blijf je staan. Rick, blijf je staan. Mag ik komen? Huh? Waarom doe je dat? Nee! Waarom maak je jezelf dood? Ja, waarom doe je dat? Omdat ik bijna sowieso al ben dood. Oké. Okay. Je kan toch ook F home doen, of niet? Oh, wacht, ja, mijn tipje actie gaat sneller. Ja, ik ben even bomen aan het kappen. Wat gaat sneller met bomen kappen? Gaat het ook een beetje sneller? Volgens mij met de pickaxe. Ja. Zo, leuk. Je mag geen begrepen spullen terug. Wat? Je hebt mijn spullen uit de kist gepakt. Ik heb... Heb je spullen gepakt? Nee, hier. Ik heb alleen cactus. Je mag me vermoorden. Wacht, ik even liever even ja en dan mag je... Kijk. Kijk. Laat me maar af. Wacht. Ja, kijk, samen maar. Was ook al een suicide doen? Nee. Oké. Okay. Ik wil je zelf killen. Ja, is met mijn eigen... Hé, moet je wegrennen? Kijk, zie je, ik heb niks. Hé, wat is dit in het water? Is dat... Je hebt eenden in het water. In Minecraft heb je gewoon eenden. Hoe? Zo energetisch, zo heet zo'n ding, geloof ik. Kan wel, ja. Oké. Ligt het hier niet in? Nee, hier ligt het. Wat zei je? Rick! Rick! Wacht, geef maar die pickaxe. Hé, Rick! Geef die pickaxe. Rick! Pickaxe? Jongen, geluk jij! Hé, dat heeft de griever gedaan die net langskwam. Ja. Ik zag hem, ik heb screenshots. Weet je hoe hij heette? Altebest 2000 volgens mij. Ja. Ik heb net zojuist gehoord dat iemand een server voor mij kan regelen. En dat, daar kan ik mijn nieuwe storyline doen, maar wil je meedoen? Jawel, want één ding aan mij. Als je vragen hebt over servers en alles. Ja. Dan ben ik daar zo goed mee. Ik hoorde ik net over die server. Ik kan allemaal barbs, ik kan allemaal enchanten en alles. Alles kan ik bijna. Ja, maar kijk, wat het idee was eigenlijk voor mij. Bijvoorbeeld, ja, ik heb nog geen Sony Vegas. Dus ja, dus ik kan nog geen muziek erin editen. Maar kan jij een beetje zingen? Jongens, ik zal mijn best doen om een Wrecking Ball te zingen. Oké, ga maar Wrecking Ball zingen. En maar wacht, ik wil je wel een beetje in de beeld hebben. Ja, dat ziet er wel grappig uit eigenlijk. Begin maar. I came in the Wrecking Ball. I don't love the duty. Oké, ken je ook een liedje die je gewoon kent? Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. No? Ja, dat was wel ziek hoor, gewoon. Want kijk, als bijvoorbeeld de vijanden achter je aan zitten, dan moet je wel hard kunnen schreeuwen. Kan je dat niet zeggen? Wat? Kan je dat niet zeggen dat je even waarschuwt van ja, ik ga schreeuwen? Ja. Misschien wordt het wel een keiharde air rape, maar ja, het... Ja, dus heel even. Oké, dan. Mooi. Maak toch geen grapje, want dat heb ik vandaag al gehad. Wat voor grapje? Nee, we maken geen grapje. Ik heb de Cyberk Premium account gekregen, gratis. Oh, dat is erg lullig, vind ik. Oké, dat was goed. Beetje. Ja, oké, maar we kunnen ermee verder eigenlijk. Ja, oké. Oké, Aaron, dan moeten wij even naar de Rick TP'en. Of heb je al een F-home? Nee, 6 TPA Rick.
Oké, Aaron? Ja. Dankjewel, Rick. Noem mij maar gewoon Rick. Oké, Rick. Rick, je gaat een beetje snel volgens mij. Spotje! Jongen! Je bent getrold, hè? Je krijgt je diamonds. Wacht, je bent getrold. Je krijgt hier alles terug, ja? Maar geef jij ons toestemming als je het grappig vond en je lukt lekker om dit op YouTube te zetten? Ja. Ha? Oké, dan willen wij jou heel erg bedanken. Dan krijg je gewoon al je stuff terug. Waar ben je? Hey, Rick, thanks dat je ons toestemming geeft, hè? Je bent echt een toffe gozer, man. Ja, en je krijgt je diamonds terug. Kijk eens, hier al. Je krijgt je... Oh, nog meer diamonds. Zo, dan krijg je super veel diamonds. Ja, kijk. Zo, nog meer. Krijg je dit. Eten. Dan spreek ik jou waarschijnlijk wel later, denk ik. Oh, en je krijgt je armor terug. En je armor natuurlijk, want die hebben we gewoon weggegooid. Maar ja, die hebben we Nou, Rick. Hé, maar Rick. Later.